En dan is het een beetje meer tijd voor jezelf. Vandaar ook de traditie, zoals jullie misschien hebben gezien, dat er heel veel kaarsen zijn ineens in onze tempel. Dat is ook een beetje traditie van vroeger, dat men de monniken meer gingen lezen tijdens de moesson. Het is dus ook een traditie om goede voornemens op je te nemen tijdens de moesson. Dus in de tijd van Lompoel, toen degene die ons de meditatietraditie is begonnen, toen hield hij deze traditie altijd heel goed in stand. En dan vroeg hij aan alle mensen, monniken en ook de wat jongere monniken, vroeg hij dan: wat voor goede voornemens hebben jullie voor de moesson? En de moesson, dat is de periode dus van 3 maanden. Dus het idee is dan dat je iets voor 3 maanden probeert. Wat heel erg vergelijkbaar is met ons traditie van vaste periode. Is hier een wat strengere katholiek die zich nog wel eens aan de vaste periode houdt? Nee. Vaste periode is ja, ken je het een beetje? Ja. Ja, oké. Dus je hebt het zelf wat minder meegemaakt, maar je broers en zussen nog wel. Ja. 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 Dat is voor jou dus met name chocola. De vaste periode, zegt dat jullie iets? Ja. Ja? Ja, vroeger, hè, dan, dat is 6 weken, hè, volgens mij. Ja, ongeveer, denk ik. Ja, Ik ben na zelf niet katholiek. carnaval. Wat zeg je? Ik ben zelf Amsterdammer, ik ben niet katholiek, maar dat Ja, wil ik op laatst bewaren, maar goed. ik ken het heel goed van vroeger. Oké. Ja, en dan, ja, 6 weken niet snoepen. Dus al Ja, die oké. snoepjes. Dat was een beetje de verplichte kost, of juist niet kost, zeg maar. Ja. Ja, als kind, hè? Ja. Ja. Ja, wat ze noemden een boterham met tevredenheid, was het, geloof ik, hè? Ken ik weer niet. Oké. Ja. Nee. Nou ja, ik heb van mensen gehoord dat het een traditie is in de katholieke en anglicaanse kerk. En er zijn nog heel veel mensen die er veel waarde aan hechten. Maar het wordt tegenwoordig veel vrijer vaak geïnterpreteerd. Dus veel priesters, en hoe noemen ze dat in de Anglicaanse kerk? Nou ja, predikanten of zo. Die zeggen dan: kies iets wat je moeilijk los kunt laten. En dan probeer je dat voor 6 weken los te laten. En dat is heel erg vergelijkbaar met de traditie van de moesson. Dus om weer terug te komen tot ons verhaal, Lompoel, de stichter van onze traditie, waarvan jullie daar aan de zijkant een portret zien. Dat kan ik jullie zo 1, 2, 3 niet laten zien. Maar ik beloof dat ik jullie nog een foto zal laten zien. Lompoel, die was degene die onze traditie is begonnen. Ja. En Lompoel, die was dus degene die. Hij had altijd, voordat hij de moesson begon, voordat de moesson begon, dus ongeveer deze periode. Dan riep hij dus alle monniken bijeen. En ook waarschijnlijk zaten er ook veel leken bij. Dan vroeg hij: wat zijn jullie goede voornemens voor de moesson? En dan hoefden ze zich daar maar aan 3 maanden aan te houden. Dus iemand wilde misschien meer mediteren elke dag. Iemand anders die zei: ik ga meer studeren. En er was één jongere monnik. En die was misschien nog wel heel jong. In Azië heb je soms wel dat jonge kinderen ook monnik worden, hè? En die stak zijn hand op en die zei: Lompoel, vroeger nam ik stiekem wel eens eten naar mijn kamer toe. En dat ga ik nu niet meer doen. En zo had je iedereen had zijn eigen ding wat hij kon leren. En in plaats van dat Lompoel hem straf gaf, omdat hij voor het eerst toegaf dat hij altijd eten naar zijn kamer toe nam, zei hij: heel goed dat je dat niet meer doet. En zo hebben we allemaal ons ding waar we wel eens een keertje aan willen werken. Of positieve gewoontes.
Ik heb zelf wel eens gezegd tegen mezelf, nou, ik moet er elke dag, hè? Dus ik doe dit aan, ja, ik probeer me toch al een tijdje hier aan te houden, ook voordat ik monnik was. Van nou, elke dag een goede gewoonte, bijvoorbeeld elke dag mediteren. Of elke dag een goede vriend zijn voor mezelf en anderen, dat is wat breder. Zo kun je ook voor jezelf een voornemen maken voor de moesson. Dat is een mooie traditie. En er is ook een traditie dat sommige mensen zich aan de Uposatha houden. En dat is misschien wel leuk om te weten. Uposatha is in de boeddhisme traditie dat je één keer in de 7 tot 8 dagen, dus op de wat ze dan noemen de dagen van de volle maan, de nieuwe maan, de eerste en laatste kwartier. Dat noemen ze officieel de maanstanddagen. Die heb ik een keertje moeten opzoeken. En de maanstanddagen, dat zijn dan de dagen in het boeddhisme die eigenlijk de officiële rustdagen zijn. Maar in de meeste boeddhistische landen worden die niet meer zodanig gevierd, omdat ja, de kalender overhoop is gegooid sinds de koloniale tijd. Het enige land waar dat nog wel wordt gevierd is Sri Lanka. En ik geloof ook wel Burma of Myanmar. Dus daar heb je dan nog steeds de maandstanddagen, eerste en derde kwartier, of eerste en laatste kwartier en de volle en nieuwe maan, dat mensen naar de tempel komen. Maar in Thailand is het tegenwoordig gebruikelijk aan het worden dat mensen op zondag naar de tempel komen. Wat we eigenlijk van de christenen hebben. Maar goed, hoe het ook zij, op zo'n dag houd je dan aan 8 oefeningen. Misschien wel leuk om even te weten. Misschien, nu heeft de online groep het voordeel, want ik ga nu iets laten zien wat jullie weer niet zien. Nou ja, zo heeft iedereen wel wat. Even kijken. Kunnen jullie dit zien? Ja. Oké. Okay. En nu zie je iets nieuws? Ja. Oké, okay, dan klopt het. En ja, ik ga niet alles vertellen. Dit heb ik net verteld. Dus de vaste periode is heel vergelijkbaar. Maar de moesson, vergeet niet, de moesson is 3 maanden. En ze zeggen wel eens, als je 3 maanden iets niet meer doet, dan is het best wel makkelijk om er gewoon helemaal mee te stoppen. En daarom heb je in Thailand heel veel mensen die stoppen met drinken tijdens de vaste periode of tijdens de moesson. Het is zelfs een soort van slogan geworden die door de Thaise overheid wordt gepromoot. Dat moet je in Nederland niet proberen. Geen alcohol. Ja, sinaasappelsap mag nog wel. Ja, ja. En dan hebben we dus in totaal, tijdens de Uposatha, heb je dus ook dus dat sommige mensen zich aan de Uposatha houden, heb je 8 oefeningen. En de eerste is het niet doden van levende wezens. Dus dat je tijdens de Uposatha, kan je natuurlijk ook elke dag doen, dood je nooit een levend wezen. Dus je gaat nooit een mug doodslaan of een spinnetje plat verpletteren. Oh, wacht even, hij begint nu vanzelf te lopen. Dat is niet de bedoeling. En zo krijg je dus eigenlijk een oefening voor jezelf. Het tweede is niet nemen of niet gegeven is, maar dat is eigenlijk een algemeen ethisch principe. Dat je niet steelt. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de christelijke geboden. En het celibaat. Dus 1 dag lang, 1 dag in de 7, 8 dagen houd je aan het celibaat. Voor de meeste mensen is dat niet zo'n probleem. Maar dan moet je wel goed afspreken als je een relatie hebt, dat niet de een het wel wil en de andere niet, dan heb je een probleem. Liegen is dan ook iets waar je je van onthoudt. En alcoholische dranken en bedwelmende middelen. Nou ja, dat wil dus zeggen alcohol, maar ook sigaretten. En dan kun je dan 1 dag in die 7, 8 dagen onthouden. Natuurlijk ook wel langer, als je dat wil. En niet eten op een ongepaste tijd is dat je niet eet na 12 uur. Dat is gewoon een traditionele uitdrukking. Er is natuurlijk niks mis mee met in de avond te eten. Maar tijdens zo'n Uposatha-oefening, dan ga je dus experimenteren. Van, nou,
ik ga eens een keertje 's avonds niet eten. En dan kun je dus in de middag wat warm gaan eten, zoals we dat in het zuiden van het land nog doen. En dan op die manier heb je dus 's avonds eigenlijk een soort van tijdelijk vasten. Wat ze soms ook wel halve dag vasten noemen. Halve dag vast. Je hebt op Facebook heb je zelfs groepen van mensen die dat over de hele wereld doen. De opposita groepen. Ja. En het is ook niet bekijken van entertainment. Dus je gaat ook niet naar televisie kijken of zo. Of wat je tegenwoordig allemaal hebt. Netflix. Ja. Luxueuze bedden vermijd je ook. Dus in Thailand is het makkelijk. Hier is het wat koud als je natuurlijk op een rieten mat gaat liggen. Maar je kunt ook wel proberen wat simpeler bed te gebruiken. Dat zijn de 8 sila's of de 8 upostata regels die je kunt gebruiken. En het is dus niet iets van, nou, als je dat niet doet, dat je dan een verkeerd mens bent of zo. Maar het is meer dat je tijdelijk, 1 keer in de 7-8 dagen, probeert, zeg maar, een soort van monnik te zijn of een non voor een dag. En het is niet de bedoeling dat je nou een oranje kleed of zo gaat dragen. Maar het is meer gewoon een oefening voor jezelf. Dat is om jullie te vertellen. Als iemand geïnteresseerd is, kan ik jullie er wat meer over vertellen. En dan kun je het ook een keertje als een soort ceremonie of zo op je nemen. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon informeel op je nemen. Ik ken mensen die dat, die dat in Thailand hebben gedaan, die het zo interessant vonden, omdat ze als gevolg van het niet 's avonds eten vervolgens een gewicht afnam. En dat vonden ze heel interessant. Dus ik ken mensen die dat dus ook regelmatig nog steeds doen. Omdat het gewoon heel goed was voor hun gezondheid. Ja, goed. Maar verder rest heeft de moesson ook het betekenis van je meer oriënteren op meditatie. En daarom heeft Lompata Machayo, onze abt en leraar in Thailand, die heeft wel gezegd, de moesson-retraite in jezelf is het belangrijkste. Dus in jezelf ga je, net zoals de monniken zich wat meer terugtrekken tijdens de moesson, kun je in jezelf wat meer tijd voor jezelf nemen om te mediteren. Dat is het idee van de moesson of de wassa. In het Thais noemen ze het wel pansa, een heleboel moeilijke woorden. Zijn hier nog vragen over dit wilde ik een soort van korte overweging. Ik denk het belangrijkste is om mee te nemen is van, we kunnen allemaal wel eens een keer nu en dan een voornemen nemen. En goede voornemen zijn altijd goed. Ook al kun je er niet altijd aan houden, hoef je jezelf ook niet te veel te verwijten. Het is in ieder geval heel veel durf, heel veel moed dat je een goed voornemen voor jezelf stelt. Dus het is met name een verhaal van moed met een D, niet moed met een T. Maar het is wel mooi om te doen. Dat wilde ik voor vandaag zeggen. En ik, ja, als je iets wil vragen.